Ratchet, welkom terug in Absolute Drift. En ik ben nu ongeveer weer waar ik de laatste keer ben afgesloten. Want voor iedereen die mijn 100 subscribers vlog of een andere vlog heeft gezien, ik weet niet meer exact welke dat is. Ja, ik had mijn PC opnieuw geïnstalleerd. En ik dacht dat ik alle save games had. Maar dat had ik dus niet. Dus ik moest praktisch elk spel moet ik weer helemaal overnieuw beginnen. En ik heb Absolute Drift nu pas, dus na 3 weken of zo ver weer doorgespeeld in mijn vrije tijd. Dat ik nu weer ongeveer ben waar ik de laatste keer ben afgestoten. Ik weet niet helemaal zeker of ik nou de vorige keer al het beginnetje van wereld 5 heb gedaan. Of al helemaal wereld 5 heb gespeeld. Maar goed, we gaan nu gewoon lekker wereld 5 in. Want ik heb, zoals je ziet, ik wijs jullie er misschien dat zie je niet waar ik heen wijs. 0 missions left. 0 missions left in wereld 4. Dus we gaan nu gewoon lekker naar wereld 5. En ik crash direct. Niet handig, Frank. Niet handig. Het lijkt echt alsof ik het nu 4 weken of zo niet heb gespeeld, maar ik heb het 2 minuten geleden nog gespeeld. En 2 minuten geleden kwam ik eindelijk bij wereld 5 uit. Kijk, dit gaat lekker. Soort van. Zolang ik daar niet crash. Oké, wereld 5. Spin between the posts. Dan, missie 1 van 24. Oké. Wat gaat hier zijn? Hier zijn windmolens. Niet dat ik daar iets bij kan. Maar, daar is een windmolen waar ik nooit voor kan. Jump to the other side. Oké, ik ga eerst deze windmolen even donutten. Dat ook niet helemaal lukt. Maar nu wel. Ah, nu is hij wit. Ik vond het zo leuk dat hij kleur had. Oké, jump to the other side. Hello from the other side. Ja, ik ga niet veel zingen hoor. Stel jullie even gerust, dacht ik. Dat is niet driften. Oh, ik dacht dat ik er onderdoor moest driften, maar er zat spin. Dat zeg je, is dat ook niet goed? Waarom? Waarom telt dat niet? Waarom is het zo moeilijk? 4 voor 24? Nee, oké. De missile, das whip. Nee, voor mij zit ik weer de classic. Dat vind ik wel fijn. Oh. Ik dacht er wat. Ja! Ik ga dat doen, dat driften tussen die twee biertjes, maar. Blijkbaar was het goed genoeg. Oké, donut the lighthouse. Ik heb wat een donut nog. Maar... kom op. Kom op! Woe! En dan zo. Gaan we hierheen? Wat gaat hier komen? Vol gas. De ritual, daar zit ik al in. Oh, dead drift though. Oh, hier is de uitgekeerde volgende wereld. Nog 18 missies. Jump over the water, maar.
hier beneden zal waarschijnlijk iets zijn. Oh, gewoon meer weg. Drift between the buildings. Werkt. De super, nee, die hoef ik niet. Oh, de spinnen. Ik kom maar weer even achteruit. Of niet. Bijna. Ah. Kom op. Je kunt het. Zie je? Ik zeg het. Ik zeg je kunt het en het doet het. Ik moet zeggen, ik heb nog niet veel gepraat over de muziek in deze game, maar het is op zich best goed. Het is niet de muziek zelf waarvan ik zou zeggen van, oh ja, dat ga ik echt luisteren ofzo, in de trein, hè. Maar gewoon op de achtergrond voor deze game is het gewoon perfect. Het maakt je wat actiever. Oh, je mag hem niet raken. Dat dacht ik al eerder, maar ik heb wel vaker dingen geraakt volgens mij. Ik zou ook niet dat doen. Maar goed, hier is een busje. Ah, nee, de andere dingen mag je raken, maar ik zelf niet. Ofwel. Maar dat denk ik zelf niet. Bam! Delicious. Auw. Oh, chip achter de bar is aan de andere kant op. Dat was niet goed genoeg. Oké, fans. Ik kom naar je toe. De missies waren dat 13. Oké, ik had gepland dat ik er 12 zou doen. Dat heb ik niet tegen jullie gezegd, maar dat had ik wel even in mijn hoofd zitten. Dus ik stop deze video nu hier. Ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken van deze video. Laat even een like achter als je dat leuk vond. En als je nog niet gesubscribed hebt, doe dat dan ook even. Maar mensen, ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken van deze video. Ik zie jullie allemaal weer in de volgende. Ciao.